Hey, hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Deze keer ga ik iets bespreken wat ik al een aantal keer had gezegd dat ik dat eens wou bekijken. Namelijk het eerste verhaal uit de nieuwe Spider-Man-reeks geschreven door Dan Slott. Waarom wil ik dat bespreken? Want de meeste mensen die al iets langer naar deze vlogs kijken, die weten dat ik niet echt een Dan Slott-fan ben. Integendeel zelfs. Ik heb gedurende meer dan 10 jaar een hekel gehad aan zijn Spider-Man run. Het werd bijna een opgave Spider-Man te lezen in de plaats van dat dat leuk was. Met een kleine uitzondering van de periode van Superior Spider-Man, want dat vond ik dan wel weer goed. En op het einde van zijn run had ik de theorie, en ik denk dat die nog altijd klopt, dat het probleem van Dan Slott niet is dat hij geen goede ideeën heeft, want die heeft hem op zich wel. En het is niet dat hij het personage niet kent, want hij zegt altijd dat hij de grootste fan ooit is van Spider-Man. En ik heb wel de indruk dat hij de achtergrond kent, dat hij zo goed als alles heeft gelezen, dat hij er wel wat kennis heeft. Maar volgens mij, het grote probleem van de heer Slott is dat hij totaal geen voeling heeft met wie dat Peter Parker is. Dat is volgens mij ook meteen de reden waarom dat Superior Spider-Man wel... dat ik dat wel kon appreciëren. Dat is grotendeels omdat daar schreef hem niet over Peter Parker, maar over Dr. Octopus. Anyway, deze reeks nu. Die reeks is ondertussen... Ik heb ondertussen 8 deeltjes in huis. Ik denk dat nummer 9 is ook al uit, maar die heb ik nog niet binnen. En de eerste 7 deeltjes, daarin liep het verhaal End of the Spider-Verse. De Spider-Verse, ja, dat is ook zoiets, een uitvinding van Dan Slott. Dat is eigenlijk allemaal alternatieve werelden, alternatieve dimensies. Waarin dat er, die elke eigen Spider-Man hebben. Dat kan gaan van Gwen Stacy die Spider-Man is geworden. Tot Felicity Hardy die Spider-Man is geworden. Peter Parker heeft van alles in meegemaakt voordat hem Spider-Man is geworden. Dus dat zijn allemaal, hoe moet ik het zeggen? Variaties op de gewone Spider-Man. En deze verhaallijn noemde dus End of the Spider-Verse. Dus dat is in ieder geval aangekondigd met het einde van Spider-Verse. Enfin, we gaan beginnen bij issue nummer 1. Dat is, eerste deeltje van End of the Spider-Verse. En dat begint met Peter Parker, Spider-Man, die een overval op een vrachtwagen van Oscorp voorkomt. Ja, gewoon typisch Spider-Man. Op zich, wat ik wel leuk vind aan deze reeks, is getekend door Mark Bagley. Overwint de overvaller, zal ik maar zeggen. Is nog een beetje met de mensen aan het praten. En plots wordt iedereen daar aangevallen door een zwerm insecten. En mensen worden gestoken. Spider-Man weet niet wat er gebeurt. En voordat hij er ook maar een klein beetje besef kan hebben van wat er gebeurt, verschijnt plots Morlun. Dus ja, Spider-Man gaat automatisch Morlun meteen aanvallen, want ja, die weet dat is een heel gevaarlijk individu. Ook al is Morlun aan het zeggen, ja, maar ik ben hier om jou te helpen, om samen te werken. Peter Parker verliest geen tijd en dan valt hij aan. Natuurlijk, Morlun is veel sterker als Peter Parker. Dus Spider-Man krijgt daar een pak rammel. En net voordat hij helemaal overwonnen is, krijgt hij de hulp van zowel Silk als Miles Morales als Spider-Woman. Die beginnen allemaal samen tegen Morlun te vechten. Niet dat dat zoveel meer succes heeft. Maar op een bepaald moment komt ook Spider-Man Noir op de proppen. En dat is niet iemand van de Earth 616 dimensie, dus op dat moment is Spider-Man ook zoiets van, oei, is het weer een soort Spider-Verse gedoe? Enfin, ze zijn blij dat hem er is voor hun te helpen. Alleen in plaats van Merlin aan te vallen, steekt Spider-Man Noir Spider-Woman neer met een mes. En
Op dat moment gebeurt er iets raar, want in de plaats van gewoon neer te vallen, komt er allemaal wip rond daar, lichtgevend, en ze verdwijnt gewoon. Ze verandert in, ze vergaat in het stof, zal ik maar zeggen. Dus ja, ze weten niet wat dat er gebeurt. En voordat ze echt kunnen vragen aan Spider-Man waar wat er gebeurt, komen er nieuwe dimensiegaten over. En wie komt tevoorschijn? Spider-Girl, Mayday Parker eigenlijk, Spider-Punk en Spider-Gwen. Maar het zijn niet zomaar die personen. Je ziet dat ze ergens gemuteerd zijn. Dat is meteen het einde van het eerste issue. Bon, dan. Issue nummer 2. Ja. Je krijgt een gevecht tussen Spider-Man, Miles Morales en Silk tegen dan die verschillende Spider-incarnaties die zo gemuteerd zijn. Dat loopt dan niet zo goed tot op het moment dat Arana tussen beiden komt en die neemt de goede Spider-Man, zullen we maar zeggen, mee naar een andere dimensie. Ze komen terecht in de dimensie Earth 616 Beta. Daar wordt niet veel over gezegd. Het ziet er een beetje speciaal uit, want heel die ruimte, heel die wereld is eigenlijk ingekleurd als een comic uit de jaren 60. En het enige wat dat de Arana en de spiders die daar al verzameld zijn kunnen zeggen is dat voor zover dat ze weten dat dat een soort testrun was van de echte Earth 616. En dat dat een beetje uit de radar zit, wat dat interessant is, want dat hun vijanden hun daarom daar niet kunnen terugvinden. Goed, ze zitten daar, Madame Web zit daar ook. Madame Web gaat dan aan Peter en Miles en aan Silk uitleggen wat dat er eigenlijk gebeurd is. Gaat vertellen dat er een wezen, Shatra genoemd, bezig is met al de Spider-mensen in te lijven eigenlijk. Je kan, als je gesteekt wordt door een van haar insecten, dan verander je eigenlijk, muteer je en verander je in een drone van haar. Dat wil zeggen dat je echt luistert naar haar, dat je echt onder haar invloed zit. En om een of andere reden hebben de Spider People uit de Earth 616 hebben die immuniteit. Dus in het eerste issue zijn die waarschijnlijk ook wel gestoken door die insecten, maar op hun heeft dat geen effect. Ze vertelt ook dat het mes waarmee dat Spider-Man Noir Spider-Woman heeft neergestoken, dat eigenlijk een mes was dat Spider-personen wegsnijden uit het Web of Life. Dat wil zeggen dat het eigenlijk is alsof dat die nooit spiderkrachten hebben gehad. En als effect heeft dat, dat zij in het begin zeggen, ja oké, wat is er met Jessica Drew gebeurd? Maar dat ze naar het einde van die issue zelfs niet meer weten wie dat Jessica... beginnen te vergeten wie dat Jessica Drew is, omdat die eigenlijk nooit in hun leven is gekomen. Op het einde van dat tweede issue begint ineens Miles Morales toch te muteren, ook al... 616 personen zouden dat niet mogen doen, maar die begint toch te muteren, dus hebben ze plots een vijand in hun basisdimensie, hun schuildimensie, zal ik maar zeggen. We gaan dan naar issue nummer 3. En dat begint met Miles, die begint te transformeren. Ze vragen, ja, hoe kan dat nu? Die is toch een deel van de 616? Madame Web zegt van ja, oké, maar Miles is eigenlijk wel een uitzondering, want die behoort eigenlijk tot twee dimensies. Want, uiteindelijk, Miles Morales komt oorspronkelijk uit het Ultimate Universum en is dan tijdens het Secret Wars event overgezet naar het 616 Universum. Nu, dat heeft dus eigenlijk als gevolg dat Miles wel muteert, maar dat zijn geest, zijn hersenen, niet onder controle zijn van Shatra.
En ze besluiten van Miles undercover te laten gaan bij Shatra. En tegelijkertijd gaat Peter op zoek in een andere dimensie naar de Golden Spider totem. Omdat die totem volgens Madame Web zou ervoor kunnen zorgen dat ze Spider-Woman terug in het Web of Life kunnen brengen. Hij gaat daar met een aantal Spider-personen onderhandelen. Onder andere Night Spider, wat dat eigenlijk Felicity Hardy is als Spider-Woman dan. Hè. Morlun gaat ondertussen heeft zelf besloten dat hij dan ook naar, op zoek gaat naar dat mes waarmee dat je personen uit het Web of Life kunt snijden, want hij denkt dat dat een interessant wapen kan zijn. Hij vindt ook Spider-Man Noir in een of andere dimensie, valt hij aan, wil dat mes stelen, maar blijkt dat Spider-Man Noir dat mes ondertussen al lang niet meer op zak heeft. Want wat gebeurt er? Peter Parker is, allee, onze Peter Parker, onze Spider-Man, die is op zoek naar die Golden Spider-totem. Maar dat blijkt dat ze daar in de val lopen en Peter Parker wordt neergestoken met dat mes. Dus Peter Parker zal verdwijnen uit het Web of Life. Goed, dan gaan we over naar issue nummer 4. Wat ik zelf persoonlijk een beetje een opvul-issue vond. Daarin heb je zo het team dat samen met onze Peter Parker, zal ik maar zeggen, die Golden Spider totem is gaan zoeken. Heel dat team vlucht terug naar Earth 616 Beta. Ondertussen is Miles Morales in de buurt van Shatra. Die hoort dat Peter Parker is neergestoken. Valt Shatra aan om Peter te wreken, maar dat mislukt uiteraard. In Earth 616 is iedereen een beetje depressief, want ja, Peter Parker is, ja, is verdwenen, hè. Is weggesneden. Die Spider-Man is weg en volgens Madame Web was hij degene die ja, de Chosen One, degene die in de andere Spider-Verse verhalen was dat ook. Hij was de Chosen One, hij was degene die alles ging redden. En nu is die er niet meer. Iedereen is dus depressief. En Madame Web zegt, bon, ik heb dan toch nog iets of wat, een waardige vervanger. En wie komt er op de proppen? Peter Palmer. Waarin dat ten slotte nog eens bewijst dat hem op zich wel kennis heeft van Spider-Man. Want Peter Palmer, wat is dat eigenlijk? Dat is eigenlijk gewoon een typo in Amazing Spider-Man nummer 1. Helemaal terug in de jaren 60, waar dat Stan Lee ooit een keer is in plaats van Peter Parker, Peter Palmer heeft ingetikt. En dus eigenlijk de dimensie waar dat ze in zitten is de dimensie, ja, eigenlijk van Peter Palmer, van die typo eigenlijk. Dat is ook meteen de reden dat iets wat dat ze al in issue 2, denk ik, hebben opgemerkt, dat een bepaalde, denk ik, een kerk was die nog geen naam had. Maar dat was gewoon omdat die kerk bestond al, maar die was nog niet benoemd omdat we nog geen verhaal hadden gehad waarbij dat die op de achtergrond kwam of waar dat die in meespeelde. Als decor dan. Goed, in alle geval. Dat is dan zo'n beetje het einde van dat issue, maar op de laatste pagina gaan we terug, voorlaatste pagina, gaan we terug naar Peter Parker in de 616, die dus geen Spider-Man meer is, die voor Oscorp werkt en die een experiment is aan het doen en daarmee vindt hij opeens een container met daarin een stuk spinnenweb en dat spinnenweb is helemaal aan het gloeien. Dus je krijgt op het einde van het vierde issue toch nog de hoop dat Peter Parker alles gaat redden. Dan gaan we naar issue nummer 5. Dat is voor mij het beste issue van heel deze verhaallijn. Dat is zelfs niet gewoon het beste van issue van deze verhaallijn. Dat is een van de beste issues dat ik de laatste, ik denk toch gemakkelijk 10 jaar, heb gelezen van Spider-Man. Dit is het bewijs dat Dan Slott, als hij echt wilt, wel een steengoede Spider-Man comic kan schrijven. En dat is eigenlijk ook meteen de reden waarom ik deze vlog heb gemaakt. Want ik kan me inbeelden dat er veel mensen zijn
die deze verhalen niet hebben opgepikt om, omdat hem geschreven is door Den Slot. Ik kan me bijvoorbeeld inbeelden dat iemand als een Michael Minnebo nog liever doodgaat dan dat hij dit issue had gekocht. Maar wel, aan die mensen zou ik toch aanraden van zoek dit op, haal dit in huis, want dit is echt geweldig. Want wat gebeurt er in issue 5? Eigenlijk, issue 5 begint met het leven van Peter Parker uit te leggen wat er met Peter Parker is gebeurd, nu dat hij niet gestoken is door een radioactieve spin. Dus, Peter is nooit Spider-Man geworden. En dat zorgt ervoor dat hij er bijvoorbeeld bij is op het moment dat de inbreker bij die de befaamde inbreker binnenkomt in het huis van Aunt May en Uncle Ben. Hij is daarbij. Die inbreker wil op een bepaald moment om Ben doodschieten, maar Peter Parker komt tussen. Peter Parker wordt eigenlijk, ze worden eigenlijk redelijk dodelijk verwond. Ze brengen die meteen naar het ziekenhuis en uiteindelijk sterft hem niet. Hij kan nog gered worden, maar hij zal de rest van zijn leven een kwetsuur hebben aan zijn been, waardoor dat hij mankt en dat hij met een kruk moet rondlopen. Je gaat dan naar een scène waarin dat op een bepaald moment Peter wordt gepest, want ja, die bleef gepest worden, dat bleef de Peter Parker die in het begin van Amazing Fantasy 15 ook er was. Alleen, plots wordt hij geholpen door Flash. Flash komt op voor Peter Parker. Waarom? Omdat Flash zegt, wat dat jij gedaan hebt voor jouw oom, dat is het meest moedige dat ik ooit heb gehoord. Jij bent een echte held. Dus Flash wordt Peter Parker zijn beste vriend. Hè. En je krijgt dan ook bijvoorbeeld een scène dat Sandman de school van Peter aanvalt. Gelijk dat hij ook in de originele comics heeft gedaan. Is het issue 3, 4 van Amazing Spider-Man? Weet ik nu niet van buiten. Alleen in de plaats van dat Spider-Man, Peter Parker, dan zendt men tegenuit, is het nu Silk, die nu niet meer Silk noemt, maar Spider-Woman, die zendt men tegenuit. En zowel Peter Parker als Flash worden grote fan van Spider-Woman. Terwijl dat Flash gewoon doet wat dat hij anders met Spider-Man had gedaan, hè, dus fan worden, fanclub oprichten, gaat Peter een stapje verder, vindt hij een manier om contact te leggen met Spider-Woman. En begint hij met haar samen te werken, wordt hij eigenlijk haar een gadget-expert, zorgt hij voor de technische ondersteuning van Spider-Woman. Goed, ja, je krijgt dan ook nog een heel mooie scène van de diploma-uitreiking in Tumaniora. Maar deze keer is niet enkel Tante May erbij, maar ook oom Ben. Wat dat, ja, voor iemand die, ja, heel zijn leven als Spider-Man heeft gelezen en echt wel weet hoe dat Peter Parker nog steeds aan het rouwen is om het verlies van zijn oom Ben, is dat toch wel iets speciaals voor te zien dat hij erbij is op de diploma-uitreiking. Norman Osborn komt daar ook, laat aan Peter weten dat vanaf het moment dat hij afgestudeerd is, dat er een job aan de universiteit, dat er een job voor hem klaarstaat bij Oscorp. Een job die hij later dan ook gaat aanpakken. Terug naar het heden. En dan zie je dat Peter onderzoek aan het doen is naar dat web dat hem op het einde van issue 4 heeft ontdekt. Hij is aan het onderzoeken en ineens ziet hem in die container dat er een hoop spinnen in zitten en die vormen het woord help. Dus even nog eens herhalen. Issue nummer 5, echt een aanrader. Daar zie je hoe dat het leven van Peter er had uitgezien, moest hij nooit gebeten zijn door een radioactieve spin. En ja, het is erg om te zeggen, maar zijn leven had er veel beter uitgezien. Hij had veel gelukkiger geweest. Maar het leuke, het echt toffe aan het einde van dat issue, heb je dus inderdaad wel Peter die boodschap zien van die spinnen, waardoor hij het gevoel krijgt van oké, uiteindelijk zal toch Peter Parker zijn die de oplossing gaat bieden. Goed, dan gaan we naar issue nummer 6. Dat vond ik
terug een stuk minder. Hè. Begint met Peter die onderzoek nog altijd doet naar dat web dat hem gevonden heeft. En dan wel een heel leuke scène. Hij krijgt telefoon van een videocall van zijn oom en zijn tante. Die zeggen van, oké, maar je komt vanavond toch eten, want het is donderdag. En blijkbaar hebben ze de gewoonte van elke donderdagavond samen te eten. Weer een beetje sentimentele scène, zeker als lezer. Omdat je weet, ja, normaal gezien, allez, oom Ben is ondertussen al lang dood. En je weet, op het einde van dit verhaal gaat dat terug het geval zijn. En wederom zie je dat Peter heel gelukkig is. Goed. Dan, verder in Tissue, zie je dat de Spider People zich aan het hergroeperen is. Madame Web is zich nog steeds aan het beklagen dat Peter Parker niet meer bestaat, waarop dat Spider-Woman Silk zegt van, oeh, die bestaan niet, die... Ik ken die Peter Parker, dat is een vriend van mij, en laat zien, zie ik, kijk, ik kan die zo bellen. Waarop dat Madame Web zegt, maar hoe kan dat, die is neergestoken door dat mes dat mensen wegsnijdt op Web of Life, waarop dat Arana zegt van, ja, oké, maar dat wil gewoon zeggen dat hij geen Spider-Man meer is, dat hij niet meer in contact komt met spiderkrachten. Maar die kan nog wel bestaan in die wereld. Bon. Maakt niet uit, ze hebben het plan van... ondertussen hebben ze het mes te pakken gekregen. Ze hebben het plan voor Shatra neer te steken met dat mes. Ze gaan allemaal Shatra aanvallen. Uiteindelijk heb je Morlun die Shatra neersteekt. Alleen heeft dat totaal geen effect. Boom, wordt nog een hele hoop afgevochten. Morlun kiest er op een bepaald moment voor Spider-Woman, Silk, aan te vallen. Omdat hij haar kracht wil consumeren, omdat hij ondertussen veel te veel kracht heeft verloren. In een reflex snijdt Silk met het mes in Morlun. En er komt energie uit vrij. En ze hebben de indruk dat de Web of Life daardoor wordt hersteld. Waardoor dat Silk dan de beslissing neemt om Morlun gewoon neer te steken. Bon, ik vond dat een minder issue ook, omdat, ja, je ziet, Morlun wordt neergestoken, je ziet dat Web of Life dan terug wordt hersteld. Dus dacht ik van, ja, het is weer van dat slot, maakt een Spider-Man verhaal, een groot opgezet Spider-Man verhaal, maar het is iemand anders die het oplost, het is uiteindelijk niet Peter Parker die het oplost. Maar oké, heeft zich dan herpakt, want dan heb je deel 7. En dat begint met Peter die een machine, een wapen is aan het maken om het Web of Life te herstellen. Maar dan plots herstelt dat web zich van zijn eigen. En je krijgt alle Spider-People die in de 616 binnenkomen en die niet meer gemuteerd zijn, die zijn terug elkander hun eigen, beginnen een groot gevecht tegen Shatra. Maar ja, ze slagen er niet in om te winnen. Tot als Peter Parker ineens op de proppen komt. Die heeft zijn nieuw wapen klaar. Die schiet Shatra daarmee neer. Die schiet een paar keer. En Shatra is overwonnen. Dus uiteindelijk is het wel Peter Parker die de boel redt. Doordat Shatra er niet meer is, het Web of Life is terug, vinden ze plots de Golden Spider Totem terug. Hoe dat komt, daar wordt een beetje vaag over gedaan. Ze zeggen ook, oh tja, waarom heb ik die ineens in mijn handen? In ieder geval, ze gebruiken die terug voor Spider-Woman terug te brengen. Ze gebruiken die ook terug om, Peter Parker terug Spider-Man te maken. Dan krijg je ook een scène van Peter die ineens herinnert van, oh ja, ik ben Spider-Man. Die meteen naar Tante May belt. Tante May die dan zegt van, oh Peter, ik heb juist een geweldige droom gehad. Het was precies echt, het is alsof dat al die jaren Ben nog leefde en dat ik heb meegemaakt wat het had geweest van met hem samen te zijn. En Peter zei, ja, oké, ja, ja, hij heeft hetzelfde meegemaakt eigenlijk. En hij stelt voor van in het vervolg elke donderdag samen te eten. Iets wat dat hij ook, de gewoonte die hem had toen in de versie waar dat oom Ben nog leefde. Goed, ja, dan zien ze ineens dat ze ook Kane terughalen. Want ik heb dat gemist, maar in het einde van de Kane Scarlet Spider-reeks, blijkbaar, dat is het moment dat Shatra erin komt en die reeks, op het einde van die reeks,
moet Kane dan weggesneden worden uit het Web of Life of zo? In elk geval, Kane is terug. Dan zeggen ze, ah ja, tja, we waren vergeten dat hij bestond. En dan zien ze ineens van, oh, maar er is nog iemand. En dan komt daar blijkbaar Spider-Boy op de proppen. Zou, dat schijnt, een sidekick van Spider-Man zijn geweest. Een beetje zoals Robin van Batman. Maar die is zo lang al weggesneden uit het Web of Life dat niemand, er zich, dat niemand het zich nog herinnert. Maar dan vind ik het persoonlijk wel raar dat wij als lezers ons dat ook niet herinneren. Tja, bon, whatever. Slot heeft daar waarschijnlijk, is daar van alles mee van plan. Het zal me benieuwen, het zal waarschijnlijk niet veel goed zijn, slotkennende. In ieder geval, Tissue eindigt met brandweerwagens die voorbij komen. En Peter Parker zegt, sorry mannen, maar dit is mijn universum. Ik moet aan het werk. En je ziet hem vertrekken om terug naar... Om terug Spider-Man dingen te doen. Goed. Dat was dan wat dat het verhaal betreft. Ik moet zeggen, zoals ik al zei, slot, ik had er geen vertrouwen in. Om een of andere reden heeft hem hier wel echt wel een leuk verhaaltje geschreven. Dus ik zou toch iedereen aanraden. Enfin, het is te zeggen, als je een hekel had aan slot zoals dat ik had, zou ik zeggen, koop gewoon issue nummer 5. Issue nummer 5 is echt wel top. Hè. Als je geen doorgedreven slot haat zoals ik had, kan je misschien eens de trade eens dat hij uitkomt kopen. Want op zich is het geen slecht verhaal. Het heeft het voordeel dat slot eindelijk doorheeft dat wanneer dat je een verhaal hebt van Spider-Man, dat het Peter Parker Spider-Man is die de grote held moet zijn. Niet zoals bijvoorbeeld bij Superior Spider-Man, waar dat je wel heel de tijd het vermoeden had, oké, het zal Peter Parker zijn die het oplost. En die doet dat uiteindelijk ook. Maar uiteindelijk is het wel Dr. Octopus die beslist van het lichaam van Spider-Man terug aan Peter Parker te geven. En is het niet dat Peter Parker zijn eigen terugvecht in zijn eigen lichaam. Dat vond ik een beetje spijtig. Dat is wat mij betreft in die plus 10 jaar dat Spider-Man geschreven heeft. Typisch Dan Slott. Maar hier doet hem eindelijk eens iets anders. Dus ja, bon. Ik zou zeggen, ja, het enigste tip dat ik kan geven, koop show nummer 5 als je dat nog ergens kan vinden. De rest, laat dat anders maar opzij liggen. Moeten de heer Slot niet extra sponsoren, zou ik zeggen. Anyway, ondertussen al veel te lang over dit onderwerp aan het zeveren. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden. Indien dat zo is, zet zeker iets in comment. Like de video. Als je het nog niet gedaan hebt, mag je ook altijd abonneren op het kanaal. Tot de volgende, zou ik zeggen, hè. Bye.